jaar oud. Het is een dossier dat intussen uitgegroeid is tot een stevig dossier. Nu, het feit dat het zo moeilijk gaat om dat rond te krijgen, heeft te maken met structuren. Daarom dat we hier rond de tafel een aantal mensen verzameld hebben. En in de eerste plaats zou ik hiervoor het bedrijf Schulman Plastics willen bedanken voor de gastvrijheid. We nemen hier straks die bus, dan gaan we dus richting Puur Station. Daar hebben we 4 minuten overstaptijd. Dan gaan we met de trein van Puurs tot Temse. In Temse moeten we 700 meter te voet gaan tot aan de eerstvolgende bushalte. Er is geen bushalte aan het station in Temse. En daar moeten we nog ruim een half uur wachten voor een bus in de richting van de Bemanden. Dus het is een hectische toestand. Als we de verbinding in Puurs zouden missen, dan gaan we er ongeveer, om 12 kilometer te overbruggen, gaan we ongeveer 2 uur nodig hebben. Wij zijn Schulman Plastics. Wij vieren dit jaar ons 50 jaar bestaan en we werken hier met 250 mensen. Dus we zijn een heel oud bedrijf eigenlijk hier in Nederland. We hebben bijvoorbeeld voor deze actie eens een keer uitgerekend, 35% van onze mensen komen over de brug. Wij hebben hier een productiefaciliteit, maar wij hebben ook een onderzoekscentrum. Dus verschillende opleidingsniveaus, zowel arbeiders als bedienden, als ontwikkelingsmensen zitten daar eigenlijk in het bedrijf. Ik denk dat ik ook mag spreken in naam van de andere bedrijven hier, want we hebben hier ook een werkgroep gehad rond IGEMO, dus een bedrijfsmanagement. Daar kwam dat punt ook ter sprake, dus dat de bereikbaarheid van deze industriezone met het openbaar vervoer, dat was echt problematisch. En dat zien wij ook, want van die 35% komen er 0% met het openbaar vervoer. Iedereen komt met de wagen of de fiets. Waarom is dat belangrijk voor ons? Ik heb ook gezegd dat wij zijn een Amerikaanse multinational, beursgenoteerd bedrijf, heel veel competitie en concurrentie. Dus wij willen ook altijd zo goed mogelijk en zoveel mogelijk mensen aan kunnen werven. Dat is alles met pieken, soms is dat met tijdelijke contracten, met interims. En dan zien we eigenlijk dat wij, als we mensen beginnen aan te werven, dat we enkel maar mensen kunnen aanwerven met, die een wagen hebben. Stagiairs, mensen hebben weinig ervaring, hebben nog geen geld, kunnen dan niet meer komen. Mensen die op de werkloosheid staan en interimfuncties kunnen doen, als die geen wagen hebben, hebben die ook al geen kans. Hè. Dus dat is heel belangrijk voor ons als bedrijf. Wij zien die maatschappelijke trend dat vooral jonge mensen eigenlijk minder geïnteresseerd zijn om een wagen te kopen en een tweede wagen te kopen. Dikwijls omdat ze financieel niet de mogelijkheid hebben. Milieubewuster zijn en die mensen die zeggen van, ik wil met het openbaar vervoer komen. En Schulman valt daar dan eigenlijk al af op het moment dat wij kandidaturen uitschrijven. Uiteraard vinden wij het als vakbond ook belangrijk dat werknemers zich kunnen verplaatsen naar het bedrijf op een correcte, op een goede manier. Nu, het is wel belangrijk dat mensen die in vol continu of in andere shiften of systemen moeten werken, dat die op een goede en een snelle manier op hun bedrijf geraken. En als in een bepaalde industrie, en je ziet dat in veel steden en gemeenten, dat er een bepaalde industrie gebied is waar heel veel bedrijven gevestigd zijn, maar dat het openbaar vervoer daar toch wel ondermaats is. Een goed degelijk openbaar vervoer toch wel essentieel is voor ontwikkeling van regio's en waar bedrijven uiteraard in een grotere radius mensen kunnen werven. Maar ik denk dat er ook heel wat andere bedrijven het heel belangrijk vinden dat er een goed degelijk openbaar vervoer is voor de bereikbaarheid van mogelijk kandidaat werknemers. Ik ben ook blij zelf aanwezig te zijn als ombudsman van het ziekenhuis, omdat ik wel de eerste persoon ben als er klachten zijn of meldingen zijn, dan komen de mensen bij mij. Ik hou regelmatig klachten dat ze heel moeilijk het ziekenhuis kunnen bereiken. Zowel dus het campus Bornem als campus Willebroek, maakt niet uit. Dat is echt een probleem. En wat mij opvalt, het gaat vaak over oudere mensen. En als we kijken naar de evolutie van 5 jaar, dan zien we dus dat de patiëntenpopulatie die komt van regio Oost-Vlaanderen, dat die eigenlijk stijgende is, continu stijgende is. En dat valt dus echt wel op. 32% van onze patiëntenpopulatie komt eigenlijk van de regio Temse, Kruibeke en Willebroek. Dus daarboven komen ook nog eens de mensen die op raadpleging komen en mensen die nog op taxiekenhuis komen. Dus eigenlijk gaat het bijna over het dubbel aantal patiënten dan het cijfermateriaal dat in de persmap zit. Daarboven merken we in alle ziekenhuizen dat de patiëntenpopulatie eigenlijk veroudert. En dat wordt meer en meer een probleem. Senioren zijn meer en meer aangewezen op het openbaar vervoer en vooral de verbinding vanuit Temse als ook vanuit Willebroek blijft een probleem voor ons. Dat kost de mensen soms 1,5 uur om 12 kilometer te overbruggen.
Nu, die lange wachttijden, dat is eigenlijk nefast voor mensen die slechte been zijn en ouder zijn. De trein is geen alternatief, want de afstand tussen de trein en de campus, hè, zowel naar Willebroek toe als naar Bornem, is een grote afstand. En dat is vaak veel te ver voor de senioren of voor mensen die slechte been zijn. Dus dat is echt een problematiek. En Campus Willebroek op dit moment heeft gespecialiseerde afdelingen, namelijk geriatrie. Dus dat wil dus eigenlijk zeggen dus dat patiënten van Bornem even goed gehospitaliseerd kunnen worden in Willebroek. En dat gebeurt ook. Dat betekent dus mensen die dus van Temse moeten komen, twee problemen hebben. Om dat hele traject af te leggen. Maar als die mensen dan nog door moeten reizen naar Willebroek, dan zijn ze soms 3 uur onderweg, eer dat ze eigenlijk in Willebroek een familielid kunnen gaan bezoeken. En bij senioren gaat het juist om, deze mensen hebben vaak geen auto en zijn echt aangewezen op het openbaar vervoer. Menselijk gezien zie ik soms drama's ontstaan, waarbij dus een oud koppel, dus waarvan één van de twee gehospitaliseerd wordt in Willebroek en de mevrouw woont in Temse, en dat die dan wenend in mijn bureau staat, meneer, kan ik niet in Willebroek geraken, want ik kan mijn man niet meer zien. Dit is een probleem. Dat zijn drama's, dat zijn menselijke drama's. Voor die mensen is het heel belangrijk dat ze op bezoek kunnen gaan. En dat is dan plotseling niet mogelijk of heel moeilijk. En dit kan niet. Dat is de reden ook waarom dus meneer Hertog eigenlijk ook echt erop stond om hier een delegatie te voorzien, om dit eigenlijk ook te verwoorden naar jullie toe. Wij maken dit regelmatig mee in ons ziekenhuis. De lijn is dus altijd wel op een zekere manier aan het goochelen met cijfers, waarvan dat wij dan zeggen van, wij kunnen perfect een aantal andere dingen bewijzen. Dus waar dat ze in geen geval rekening mee houden, dat zijn inderdaad met die cijfers van de kliniek. Men heeft daar de oude cijfers gebruikt. Waarom? Niemand weet het, want de kliniek heeft, ik heb de mail gezien, wel degelijk doorgestuurd, de recente cijfers. Dus dat is zeer vreemd. Men baseert zich ook op een matrix, een provinciale matrix, rond bewegingen in het verkeer, waarvan dat men dan denkt van, er zal te weinig trafiek zijn. Ja, het tegenovergestelde kunnen wij gewoon bewijzen. En die matrix die heeft dus eigenlijk geen waarde, volgens mensen van het verkeerscentrum zelf, die ons zeggen van, ja, daar kan je alleen de grote assen op mee meten. Maar niet het lokale verkeer, zal ik maar zeggen, dat langs de oevers van de Schelde zich situeert. Ze hadden ook rekening met de studie van de intercommunale interwaas, die dus duidelijk zei van, kijk, het kan toch niet dat er geen aansluiting is in Temse van bus op trein en van trein op bus. Er is gewoon geen busstation. Men houdt ook geen rekening met de studie van professor Blondal, die zegt, socio-economisch gezien is dat een geheel, daar zou ook een goede mobiliteit moeten zijn. Men houdt ook geen rekening met de cijfers, de meting van de politiezone Temse-Kruibeke, die onlangs vaststelde van, kijk, er gaan 200.000 voertuigen per week over de brug. Dat is een pak, dat was buiten alle verwachting. En dan uiteindelijk hebben ze ook met de enquête die wij gevoerd hebben, samen met de kliniek, samen met de bedrijven, samen met de vakbond enzovoort, daar hadden ze dus ook geen rekening mee. Ze pakken ook in de pers uit met allerlei zaken, zoals ja, als die bus er zou komen bijvoorbeeld, dat men dan kannibalisme pleegt op de trein. Nu, iedereen lacht dat dus weg, want kannibalisme op de trein plegen op 4 kilometer lijkt me nogal een sterke uitspraak. Bovendien loopt de treinverbinding ook hier in Klein-Brabant en ook in het Waalland gelijk met de bus. Men spreekt dan ook zomaar in de pers van €340.000 kost dat dan. Maar dan zegt men er niet bij dat het gaat over een verbinding die dan 7/7 zal draaien. Elk uur een bus, dat vraagt dus niemand niet. Laat ons een bus nemen die gericht is, die gekoppeld is op het bestaande netwerk, zodat de kostprijs serieus zakt. En wij vragen slechts 5 bussen die gericht zijn op de kliniek, op de tewerkstelling en op de scholieren. Dus dan is het een fractie van dat bedrag, maar kijk, de lijn hoopelt dan met dat soort van cijfers. Dus de optimalisering van het netwerk, daar kijken ze gewoon naast. In puurs moeten we 40 tot 45 minuten wachten. Men gaat daar dus aan voorbij al gedurende 4 jaar. Hè. Als voorzitter van die seniorenraad en vertegenwoordiger van de Waasse groep burgers, kan ik u zeggen dat ik, en ik wik hier mijn woorden, ik had het eerst zwaar gezegd, maar we zijn dus zwaar teleurgesteld. En ik had gedacht aan zo'n uitdrukking die madame Milquet ook al een paar keren gebruikt heeft. Die sprak een beetje van dégoûté. Wel, ik ben het ook. Hè. Dus ik ben het werkelijk beu hoe dat de lijn en sommige van onze politici ons behandelen. Zij hebben ons van in het begin nooit au sérieux genomen. Ik heb toch persoonlijk die indruk dat de lijn iets anders nastreeft, maar zeker niet de belangen dienen van de mensen die erop wachten op een buslijn. Zij verspreiden, en het is voor mij selectief, misleidende cijfers, informatie. En ik geef maar één voorbeeld. Ze schrijven in hun dossier, de afstand tussen het station en Bornem is 500 meter. Oké. Maar wat ze dus dan niet in hun dossier zetten, ze schrijven wel Willebroek naar de kliniek, maar daar zetten ze niet bij dat dat 3 kilometer is.
Ziet je? En zo werken zij met cijfers. De noden die worden steeds groter. Men jongleert er ook met cijfers. We zeggen, voilà, kijk, de kliniek dan maar zoveel. Cijfers van 2010, toen de kliniek maar begon stilaan af te bouwen. Dat de scholen maar vanaf 2010 allemaal bergen gesloten is. Ja, inderdaad. Maar voordien is men al begonnen, hè. In 2008 heeft men de eerste graad afgeschaft in Ammelberga. Dat is al de helft van die school die vertrokken is naar hier. Daar houdt men allemaal geen rekening in. Ik ben totaal teleurgesteld in de wijze waarop dat de lijn en sommige politici ons behandelen. Al denken wat die gaan antwoorden. Hè. Ja, maar dan gaan we weer van provincie veranderen. Dat is geen probleem van Oost-Vlaanderen. Dat moet opgelost worden samen met Antwerpen. Is dat nu weer een reden dat ze gaan aanvoeren? Ik kan zo voort blijven gaan met al mijn grieven. En ze zijn legio, ze zijn gekend bij de lijn. Men houdt er geen rekening mee. Het doet me pijn aan het hart als ik zie hoe dat de lijn omgaat met de doelgroep senioren. De perstekst is duidelijk. Wij proberen nu vragen te stellen aan zowel het kabinet, aan de lijn en aan de gemeente. Dus voor het kabinet vragen we dus dat ze ons de kans geven om opnieuw inhoudelijk het debat te voeren. En we vragen dus aan het kabinet dat zij ook de lijn niet verder laat fungeren als een soort van scheidsrechtelijke partij of leidende partij, want uiteindelijk het moet provinciegrensoverschrijdend gebeuren en we zitten al maanden met dezelfde miserie wat dat betreft. Aan de lijn vragen we dan dat zij dus effectief rekening houden met die gegevens. Voor die 4 kilometer doorgetrokken wordt, dan zijn de problemen al grotendeels van de baan. Dan zijn tenminste de busnetwerken Waasland en Klein-Brabant aan elkaar gekoppeld. En dat we tegen het voorjaar van 2014 toch een uitzicht krijgen op een oplossing. Wat dat betreft de Klein-Brabantse gemeente Bornem en Sint-Amans, daar vragen wij dat zij het dossier van Haldelijn over de brug volledig opnemen en verwerken in het nieuwe mobiliteitsplan van Klein-Brabant, waar dat men momenteel dus voor staat of mee bezig is. En dat men dus de belangen blijft verdedigen naar de Vlaamse overheid en de lijn toe. Uiteindelijk vragen we ook aan Chris Peeters als minister-president en als Klein-Brabander dat hij zijn belofte die hij gedaan heeft bij de bouw van de Tweede Scheldebrug, waar dat het privévervoer geoptimaliseerd wordt, maar dus blijkbaar niet het openbaar vervoer, dat hij die belofte om dat dan toch te doen, dat hij die toch probeert na te komen. We willen een open debat, we willen een oplossing zoeken en dat moet erom budgetair niet extreem zijn. Dat kan perfect met beperkte middelen. Maar moet daar ook politiek bereid toe zijn. En daar willen we vandaag een oproep doen, naar de kranten toe, naar de media toe. Maak er eindelijk werk van die regioverbinding. We spreken niet over een verbinding tussen Temps en Bornem. Nee, we spreken over een regioverbinding voor de Scheldeoevers. Die is puur een noodzaak. Ik denk dat we dat hier toch wel kunnen besluiten uit alles wat we hier gehoord hebben. En dan gaan wij nu de bus nemen naar Ruud van Wonden. Bedankt. William? Ik heb hier. Stop in de film. De hele trap is in zet, ja. Nog een uur wachten. Zijn we te laat? Ja. Spurter, kom vooruit. Wachten. We hebben geen ticket, hè? Cool. Ja. Ja. Je moet al vertrekken, zo. Dat we dus op de minuut van de trek van de trein binnenkomen. Ik heb daar real time, hè? Paper. Ja. Dan is het al geen plutsen op de bus. 12 kilometer, daar spreken we over. De weg is die veel te ver. Dan moeten we nog. Dat is een beetje overdreven. De mensen van in de tuin. Tot waar moeten we naar stappen? Tot Kolruid. Die niet moeten pakken naar boven. Dat is spijtig dat de bus niet door de tunnel kan. Oh, dat is wel wat moeilijk.
Hier hebben allemaal schoon verbindingen tot in Antwerpen. Deze kant. Vanaf hier wel, hè? Hier bedankt, hè? Alsjeblieft. Dus als je naar het ziekenhuis wilt in morgen, dan raak je er heel moeilijk. Het perscommuniqué is iets scherper dan vroeger. Het ludieke, die periode zijn we wel over. We zijn een uur en 8 minuten onderweg en als we het missen zijn we 2 uur onderweg. 35% van de mensen uit het Waasland zijn door te werk gesteld. Als bedrijf stond er eigenlijk ook volledig achter dat eindelijk die busverbindingen geoptimaliseerd worden. Dus we komen toe op 1 en de trein moest vertrekken op 1. Dus dat is niet normaal. En dan is het een uur wachten. De grafieken wat het Waasland betreft zijn sprekend. Maar de directie drukt erop dat het alleen gaat over gehospitaliseerden. Dus dat wil zeggen dat je nog eens het dubbele moet bijtellen wat dat het aantal bezoekers betreft. Ja. Dan heb ik ook nog de nadruk gelegd op de scholieren die van hieruit vertrekken. Kruibeke bijvoorbeeld, Basel, Ruppelmonde, dat is echt wel een probleem. De lijn zegt ze situeren zich vooral in het centrum van Temse, dat klopt dus niet. Het bedrijf ISS, ik denk dat het grootste schoonmaakbedrijf is van het land. Die zeggen dus duidelijk, we kunnen mensen van het Waasland niet naar Ginder sturen. Er is vraag aan de partij om in de halftijds te gaan werken. Maar die mensen kunnen geen tweede noten betalen om de halftijds te gaan werken. Het is ook niet op elkaar afgestemd. Dus het ganse netwerk, dat moet eigenlijk herbekeken worden. En ons probleem is eigenlijk voornamelijk dat we zitten op de scheiding van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. En de directies van de lijn, die reageren nog altijd puur provinciaal. Waar de politiek moet ook mee willen. En daar hebben we ook wel een beetje problemen op dit moment. De bereikbaarheid van het openbaar vervoer voor Schulman Plastics en zijn personeel is heel belangrijk. Wij moeten regelmatig mensen aanwerven in verschillende opleidingsniveaus. Dat gaat over productieoperatoren tot administratieve medewerkers, tot mensen die in ontwikkeling en research zitten. En niet iedereen heeft een wagen ter beschikking. Moesten wij ook mensen hebben die met het openbaar vervoer hier kunnen geraken, dan is dat zeker een economisch voordeel voor ons.